Het kan weer, een fysieke editie van de Nationale Kunstbeurs. Het is de grootste kunstactiviteit van Suriname, waarvoor andermaal een groot aantal kunstenaars zich heeft aangemeld. Volgens Michel Brahim, voorzitter van de Stichting Nationale Kunstbeurs, kijken veel mensen er naar uit om wederom fysiek naar de kunstbeurs te gaan, vooral na de pandemie. Ja, we misten het fysieke heel sterk, hè, want het beleven van een kunstwerk, dat wanneer je er 2 meter vandaan staat en je kijkt ernaar, dan is dat toch niet helemaal te pakken digitaal. Ja. He, dus nou, we hebben, toen het duidelijk werd dat het toch kon, hebben we aanbod gehad. Allereerst van G. Artblok, van deze grote kunstenaar die naast me zit, George Struikelblok. Maar ook van het Rumhuis, ook van Reditex Art Gallery, de hal. En we hebben besloten om, we konden niet meer een normale kunstbeurs zoals we dat vroeger deden doen. Maar we hebben wel alle 3 locaties gaan we gebruiken. Dus we openen in de hal en dat is dan komende vrijdag tot en met zondag. En dan december, januari gaan we eendaagse evenementen hebben in het Rumhuis. En we sluiten meerdaags af in G. Artblok van George. George Struikelblok, voorzitter van de Federation of Visual Artists in Suriname, geeft toe dat er een verschil is tussen virtueel en fysiek kijken naar kunst op een plek. Het fysieke blijft altijd interessant. Ja. Je wil het werk zien, je precies wil het voelen. Weet je, dus dat, ja, is, dat is dat nu eigenlijk langzaam weer op gang komt. Ondanks wat er allemaal gebeurt in het land. Weet je, dus als kunstenaar blijf je geïnspireerd, je blijft je ding doen. En natuurlijk de jeugd ook, je blijft ook overdragen. Dus we zijn druk bezig geweest. En kunnen we het zien als net als Diwali, het lichtpuntje in die duisternis? Ja, helemaal. Dus als we kijken ook naar de, ja, de situatie waarin we nu leven en natuurlijk na de pandemie ook. Nee, het past helemaal. Ik bedoel, het lichtpuntje is er altijd. Hoe je er naartoe gaat, wat je ervoor gaat doen. Weet je, je moet hoop hebben in het leven en je moet iets doen waar je zegt van dat is mijn passie en dat, daar gaat mijn hart naartoe. Weet je, dus je probeert iets te doen en dit soort dagen zijn hele mooie dagen. Waar je eigenlijk even teruggaat en zegt van, ai, we zijn op de goede weg. Ja, precies, precies. De 57e Nationale Kunstbeurs wordt vrijdag geopend in de hal aan de Grote Kombeweg.